Amsterdam. Altran, uw partner in engineering, research and development. BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl en Paul Lasseur. Terwijl onze regisseur zijn vaste portie worteltjes wegeet, praten wij over een gezonde werkplek. Want red je het met schalen fruit, smoothies en een glijbaan, of is daar meer voor nodig? Bespreken we met Wouter Oosting, directeur werkplekstrategieën en ontwerp bij CBRE, gespecialiseerd in alles rondom kantoorgebouwen. Egmond Borgdorf, directeur HR-beleid en arbeidsmarkt bij Achmea. En Vincent Lenoble, oprichter en CEO van het bedrijf Measureman, een van de partners van de innovatie werkplaats Healthy Workplace. Welkom heren. Laten we beginnen met die definitie, want je kunt er alles onder verstaan. Hè? Een gezonde werkplek. Meneer Lenoble, wanneer is een werkplek wat u betreft gezond? Wat mij betreft zou die gezond zijn als die uitnodigt tot gezond gedrag bij de medewerkers. En dat betekent meer bewegen en afwisseling, waardoor mensen productiever worden. En hoe ziet dat er dan uit? Hoe ziet dat er dan uit? Ik denk dat het een inspirerende omgeving is die uitnodigt om eigenlijk te verplaatsen binnen een kantoor. Of dat nou naar collega's op zoek is of naar buiten. Zoeken naar je collega's? Ja, met het nieuwe ook werk. Ook niet aangeven wie wanneer werkt. Misschien scheelt dat ook een hoop dan. Nou, dat zou een goed idee zijn. Maar dan weet ik eigenlijk nog steeds niet, als ik binnenstap, wat ik dan zou zien op zo'n gezonde werkplek. Geen stoelen meer. Dan moet je wel lopen. Nou, een aantal werkplekken waar geen stoelen zijn. Waar bijvoorbeeld staanwerkplekken, zoals we hier nu staan. Of zitjes, waar we met elkaar kunnen overleggen. Concentratiewerkplekken, waar we individueel hoog geconcentreerd werk kunnen uitvoeren. Wouter Oosting, u heeft daar ook ideeën over. Sterker nog, heeft die ideeën voor een deel al uitgewerkt. Tijdens een experiment uitgevoerd op uw kantoor hier op de Zuidas in Amsterdam. Ja. Daar zijn 124 deelnemers geweest aan dat experiment, verdeeld over 3 groepen. Wat is daar gebeurd? Ja, een aantal jaren geleden ben ik betrokken geweest bij de ontwikkeling van ons hoofdkantoor in Amerika. En daar liep ik tegen een meneer aan, Deepak Chopra, die zei tegen mij, eigenlijk is het een beetje raar dat we wel mooi faciliteren wat we doen, maar eigenlijk faciliteren niet hoe goed we het doen. Met andere woorden, het lichaam is in staat om zichzelf te repareren. Bijvoorbeeld als je je arm breekt of een verkoudheid hebt, of misschien wel een burn-out, vraag je af wat die omgeving waar we vandaag in werken daaraan bijdraagt. En dat was een soort van eye-opener van hoe gezond is die werkelijk eigenlijk. We hebben goede architecten, we hebben goede engineers, we hebben een duurzaam gebouw. Maar wat draagt het nou bij aan jou en mij qua lichaam en geest? En vanuit die perspectief zijn we gaan kijken naar wat heb je dan? Dus we hebben internationaal gekeken hoeveel studies zijn er. Meer dan 120 studies gevonden. U dacht, we gaan het nog een keer doen. We gaan het nog een keer doen. Maar misschien gewoon met gewone mensen in een gewone kantooromgeving en niet met experimenten in een lab of een extreme situatie. Dus samen met de Universiteit van Twente en Amsterdam hebben we van die 120 er 30 uitgekozen om bij ons op kantoor te testen. En ja, ik heb 120 collega's zo gek gevonden om als proefkonijntje mee te dienen in de afgelopen 7 maanden. En wat hebben die ervan ervaren? Wat die ervan ervaren hebben, dat hangt vanaf in welke groep je zat. We hadden een controlegroep, uiteraard. Die hebben er niet heel veel van gemerkt, anders dat we hun gevraagd hebben om elke dag te vertellen, wat heb je nou gedaan en hoeveel energie heeft het gekost om dat ding te doen? Moeilijk te meten, denk ik. Nou, je hebt een mooie schaal van professor Zijlstra, heeft de universiteit mij verteld, waarin je dat letterlijk kunt meten. Ofwel, je gaat volledig energieloos en futloos weer naar huis en je zit aan tafel en die kinderen zeggen tegen jou, papa, snij jij het vlees, of voor de rest kennen ze je eigenlijk niet. Of je gaat naar huis en je bent nog enthousiast en je gaat nog een potje voetballen met je kinderen. Dat verschil kun je wel degelijk meten. En de testgroep die we daar gevraagd hebben aan mee te werken, die we wel degelijk hebben gevraagd A, te meten, maar B, mee te doen aan het onderzoek. Dus in de fysieke omgeving hebben we een aantal dingen aangepast. Ik zeg nog wel eens gemanipuleerd, maar laten we zeggen anders ingericht. En vanuit de mens hebben we op een andere manier met elkaar gestimuleerd. Dus kun je mensen helpen om gezonde keuzes te maken. En dat pakte eigenlijk fantastisch uit. Zelfs zo goed dat het niet alleen op kantoor was, maar ik noem het maar even het sneeuwbaleffect, want thuis werd het eigenlijk nog veel meer toegepast dan op kantoor. Maar ook hier de vraag, die manipulatie, hoe doe je dat? Hoe deed je dat? We hadden een over het onderzoek bedoel je? Ja, ja, dus het experiment zelf. Wat is er dus? Die controlegroep heeft er niet zoveel van gemerkt. Die andere 2 groepen, ja. Daarvoor is hun werkdag veranderd. Nee, correct. Wat we gedaan hebben is een deel van het kantoor hebben we ingericht op basis van de 30 onderzoeken die al gedaan zijn. Die hebben we alleen opnieuw getest in een kantooromgeving met gewone mensen. Dan moet je denken aan andere verlichting. Wat doet groen, contact met natuur? Wat doet gezond eten, gezond drinken, goed communiceren, gezond bewegen? Eerlijk gezegd,
pakt allemaal dingen die we weten. Ja, laat me raden. Het pakt allemaal heel goed uit. Weten. Ik denk dat het grootste verschil is dat je kunt iets faciliteren en dan verwachten dat mensen het gaan doen. Ik denk dat het allemaal van onszelf moet zijn en geen programma. Je moet het zelf willen om iets te doen. En als je het niet begeleidt, als je geen verandering begeleidt, dan is er geen verandering. Ja. Absoluut. Maar Egmond Borgdorf, Anderlicht, planten, mensen, communiceren, actief zijn, bewegen. U heeft denk ik geen nieuwe dingen gehoord. Niet echt. Aan de andere kant, wat je ziet is dat je... Er is weinig bewijsvoering. Hè? Dus jullie hebben opnieuw het onderzoek gedaan, vertelt ook Wouter Oosting. Overigens, wij zijn ook bezig met VUMC onder 250 medewerkers om te kijken wat het effect is van dynamisch werken. Hè? Wij hebben ook... In het kader van duurzame inzetbaarheid een aantal jaren geleden ook gezond werken ingezet als thema. En een van de onderdelen daarvan is dynamische werkplekken, dynamisch werken en dynamisch vergaderen. Maar dat betekent eigenlijk ook, en er werd net een grapje over gemaakt, werkplekken weghalen. Deels werkt het ook zo, want wat je ziet is dat mensen elkaar dan al wandelend een bila hebben. Een bilaatje, met elkaar overleggen. Een bilaatje, een lunchwandeling. De wandelende vergadering, ja. Maar ook dat mensen gewoon gaan staan aan bureaus. Dus wij hebben veel zitstabureaus. We hebben ook, en die worden ook gebruikt of niet? Want die worden natuurlijk die worden toch gebruikt. Vaak dat je het allemaal wel aanschaft. Thomas, fietsstoelen. Ja, ik weet het, dan trap je ondertussen. Kan ik jou bellen of kunnen we dit gesprek voeren terwijl ik ondertussen een etappe afleg? Je ziet dat dat is enorm in trek. Je ziet wel dat als er één schaap over de dam is, dat er meer volgen. Dus er wordt in het begin wel wat gek tegenaan gekeken, wat vreemd. Maar je kan moeilijk typen en fietsen tegelijk. Ja. Nou, je ziet dat de mannen er wat meer moeite mee hebben. Maar, het multitasken. Het gaat allemaal om beweging. Dus als je ziet dat eigenlijk, en dat heeft onderzoek uitgewezen, op een normale kantoorbaan zit je zo'n 12 uur of meer dan 12 uur per dag. Terwijl dan heb je al een hele lange dag trouwens. Ja, maar goed, je zit thuis ook, hè? Oh, ja. Dus als je dat allemaal bij elkaar optelt... En in de auto zit je ook. Ja. Dat ook. Terwijl meer dan 7 of 8 uur per dag zitten ongezond en nieuwe is. Roken. Het nieuwe roken. Ja, dat is, dus wat veel je probeert kreeg, is met name die gedragsverandering te stimuleren. Dus het gaat niet alleen over het fysiek. Het gaat vooral om... proberen dat gedrag te internaliseren. Dat mensen zich daar bewust van worden. Eigenlijk zegt hij het al, maar het moet ook wel vanuit de mensen zelf komen. Ik denk dat je het heel moeilijk, en dat hoor ik ook de andere heren zeggen, je kan het moeilijk van bovenaf opleggen. Klopt. Het moet je ze opleveren, anders doe je het niet. Dus what's in it for me? Maar wat moet het opleveren? Gezondheid of moet het voor de werkgever ook een hogere productie opleveren? Beide, denk ik. Ik denk dat het beide is eigenlijk. Ja. Maar ik denk wel, als je mensen in een stand kunt krijgen... je hebt wel eens van die momenten op de dag... waarin je somweg meer e-mails kunt doen... of meer focus hebt, of sneller tot de conclusie komt... dat heeft vaak ook te maken met hoe je... heb je nou voldoende water gedronken... want wat voor zuurstof en wat voor brandstof heeft je brein eigenlijk nodig? En als je activiteiten genereert... dan genereer je activiteiten in je brein. En je brein is een van de belangrijkste gereedschappen. Als je die goed faciliteert... dan zul je zien dat je performance omhoog gaat. Dus het is niet alleen productiviteit per se... maar het gaat vooral ook hoe je in de wedstrijd staat. Denk ik. Ja, en dat weten we allemaal. Je had geloof ik 120 onderzoeken al verzameld. Ja, die dit allemaal in een extreme situatie. Dus er staat bijvoorbeeld een onderzoek waarin je 19 minuten langer in je diepe slaap zit. En dat is nou juist het puntje waarin je lichaam ook echt uitrust. En vervolgens blijkt het onderzoek een experiment te zijn waarin de nachtzuster de shift van de nacht naar de dag maakt. Dus veel van die onderzoeken zijn weliswaar gedaan, maar niet met mensen zoals u en ik in een normale kantoorbaan, voor zover we dat daarover kunnen hebben, en in een normale omgeving. Maar tegelijk is het niet echt verrassend wat eruit naar voren komt. Hè? Dat als er een plant op de afdeling staat, dat we dat plezierig vinden. Of als we kunnen hardlopen of fietsen tijdens het werken. Nou ja, doe mij dat ook maar. Lijkt me hartstikke leuk. Maar waarom doen we dat dan nog niet? Als we dat eigenlijk voor mij al jaren weten dat hier een heilzame werking van uitgaat. Ja, nou misschien is dat wel een beetje onze calvinistische houding ten opzichte van werk. En willen we gewoon graag snel en goed presteren. En nemen we te weinig tijd om ons te ontspannen en weer op te laden. Want in Silicon Valley doen ze het wel zo. Dat is het beeld wat je een beetje hebt. Hè? Dat ze daar allemaal op de zitzak. Ik denk niet dat voor elke organisatie een glijbaan handig is. Maar ik denk dat wij ons er gewoon met z'n allen veel bewuster van moeten worden. Ik ga er ook niet voor mijn ontspanning naar mijn werk. Nou, ik hoop wel dat je plezier beleeft aan je werk. En dat uitdaging. Na dit half uurtje kan ik er weer even tegen. Maar even serieus. Mensen denken natuurlijk, ik ga werken. Ik moet wat dingen af hebben aan het einde van de dag. Ontspanning doe ik thuis. Zo zit ik er zelf ook in. Dat is echt een misvatting. Ik kan me nog herinneren dat ik... Het is al lang geleden, maar door iemand van LTP erop gewezen werd. Ik zat te lunchen achter mijn computer. Ja.
Doen we hier nooit. Psycholoog kwam binnen, zegt tegen Hollands. Mij, wil je dat nooit meer doen? Ik denk, wat heb ik nou aan mijn fiets aan? Ja. Die ontspanning van die 30 minuten om gewoon even helemaal niet aan je werk te denken, die zorgt ervoor dat je weer opgeladen bent en dat je eigenlijk veel beter presteert gewoon in de periode daarna. Dus het is een soort schijnwerkelijkheid waarin je je begeeft. Zet een bureau neer, zet een goede stoel neer. Zorg dat mensen gewoon continu ongestoord kunnen werken en dan gaat het wel goed en dan produceren ze veel. Maar wat is dan nog, want ook dat is voor mij helemaal niet nieuw om te horen. Ik heb dat al heel vaak gehoord. Ik hoor het ook al jarenlang. Wat is dan toch de drempel om niet allemaal al op die manier te gaan werken? Als we weten dat het zoveel beter uitpakt. Ik denk ook beeldvorming. En ook bewijzen. Ja, dit soort bewijzen. Ook een klein beetje cultuur, hè? Dus het lijkt een beetje op de krant lezen bij de koffie. En dan vervolgens iedereen die op je schouder klopt van heb je niks anders te doen. Het zit nog niet in onze cultuur, denk ik. En het tweede is, we hebben bewijs nodig om ook te ervaren dat als je een ontspanningsmoment neemt en dan vervolgens weer die focus weer aan kunt brengen, als je gaat merken dat het effect heeft, dan zul je zien dat er misschien meer een buy-in is. Maar je zult ook, daar hadden we het net over, je zult wel ook een bepaald gedrag moeten willen doorbreken. Maar meneer Oosting, u heeft dat maandenlange experiment gedaan. Als ik goed ben ingelicht, dan staat er nu niet zo heel veel meer van overeind. Wat er nog staat is nog zeker een groot deel. We hebben de fysieke aanpassingen staan. Dus je bent bij deze van harte uitgenodigd om dat te komen zien. Een van de dingen die er hangt is de verlichting, waarvan ik een Duitse professor heb over gehad. Die riep, wij zijn gemaakt om met speren achter beren aan te rennen. En het oog is eigenlijk gemaakt voor buiten, niet voor binnen. Al het licht wat op ons valt en op ons lichaam komt en in ons oog komt, is eigenlijk, zoals het nu is ingericht, speelt helemaal niet in hoe we zijn gemaakt. We hebben die verlichting aangepast en hebben we experimenten mee gedaan. Maar het is wel kunstlicht. Het doet daglicht na. Het doet daglicht na. Het doet twee dingen. Het zorgt ervoor dat jij gaat glimlachen. Dus bij deze nogmaals ben je uitgenodigd. Maar het tweede wat het doet, het helpt je om focus aan te brengen bij de dingen die je doet. Ja, ik wil graag een kijkje komen nemen, meen ik serieus. Bij deze. Maar u had ook ruimtes waar mensen volgens mij konden slapen, zich even konden terugtrekken. Ja. Sommige van die zaken hebben het niet overleefd, waarom niet? Nee, dus uit het onderzoek zien we een aantal dingen naar voren komen. En een van de dingen waar we het er straks over hadden is de burn-out, of de rise van de burn-out, zoals het dan zo mooi heet. Of daar hadden we het net ook even over, misschien dat Egmond daar wat specifieker op in kan gaan. Maar als je kijkt waar je op moet richten, en dat denk ik ook wat het bijzonder is, je kunt van alles in de lucht schieten en dan hopen dat iedereen alle features omarmt. Maar misschien beter om te schieten met één gerichte kogel. Misschien is dat niet een hele goede uitspraak. Maar je zou wel kunnen zeggen, als het gaat over mentale aspecten, zorg er dan voor dat in de fysieke omgeving meer gestuurd op mentale features die je helpen. Bijvoorbeeld van ontspanning of een mindfulness of een ademhalingsoefening. Massage was wel populair, maar die powernap was nog een stap te ver. Ja, dat was veel te ver. Ik ga niet vertellen wat we in dag 1 daarin allemaal gevonden hebben. Misschien wel. Maar, wat heeft u daar gevonden? Ik kan je vertellen dat de sleeppod in een veilige omgeving is neergezet en wij verwachten dat mensen daar gebruik van gingen maken. Het echte antwoord is nee. Van jong naar oud, daar werd geen gebruik van gemaakt, omdat men dat te beangstigend vond. Wat overigens wel fantastisch werken is de massage en de yoga, kan ik je daarbij vertellen. Nou, nog een reden om langs te komen, ga ik zeker een keer doen. We praten zo meteen verder over de gezonde werkplek. En dan ook over die innovatiewerkplaats, want ik ben benieuwd wat dat is. Ga jij voor persoonlijke ontwikkeling, ambitie en zelfstandigheid? Kom dan werken bij Novisource. En ga ondernemend aan de slag als Regulatory Change Consultant. Succes is een keuze, meer uitdaging ook. Zet jezelf aan bij Novisource. Werken bij Novisource.nl. Op mij kunt u bouwen. Ik zeg wat ik doe en doe wat ik zeg. En dat maakt het verschil. Ik ben Sonja Rox, franchise ondernemer van Olympia Uitzendbureau in Den Helder. Olympia Uitzendbureau. Weet jij wat je wilt bereiken? Ga je er altijd recht op af? Kom naar Nijenrode Business Universiteit en sta voor je doelen. Op Nijenrode combineer je theorie en praktijk met je persoonlijke ontwikkeling. Nijenrode Business Universiteit. A reward for life. Professionele hulp nodig bij een cybersecurity incident? Ga meteen naar northwave.nl. Twijfel je nog over het inzetten van Apple hardware binnen je organisatie? Wist je dat 75% van de medewerkers kiest voor een Mac wanneer ze de keuze krijgen? Ga voor meer feiten over het gebruik van Apple in de zakelijke markt naar prowarehouse.nl/bnr.
Voor alle mannen. Overhemden koop je eenvoudig online bij overhemden.com. De beste merken, de mooiste overhemden en persoonlijke service. Overhemden koop je bij overhemden.com. Apple Hardware voor je organisatie? Maak een afspraak met een consultant op prowarehouse.nl/BNR. BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Waarin we praten over een gezonde werkplek en in hoeverre mensen dat mogen eisen van hun werkgever. Wij praten erover met mensen aan tafel. Wouter Oosting, directeur werkplekstrategieën en ontwerp bij CBRE. Egmond Borgdorf, directeur HR, beleid en arbeidsmarkt bij Achmea. En Vincent Lenoble, oprichter en CEO van het bedrijf Measureman. Ook betrokken bij de innovatiewerkplaats. We hebben heel veel dingen gehoord waarvan we dachten, hey, dat kennen we eigenlijk al, maar we moeten het nog gaan doen. En daar zijn we nu mensen voor aan het stimuleren. Wat gebeurt er op de innovatiewerkplaats? Nou, we hebben daar eigenlijk met een aantal partijen zijn we bij elkaar gekomen om niet alleen data te verzamelen over hoe de werkomgeving nou daadwerkelijk wordt gebruikt, maar ook om experimenten uit te voeren en daar van elkaar te leren. En we doen dat over een periode van 3 jaar, zodat we echt uitgebreid kunnen toetsen wat wel werkt en wat niet werkt. En wat nou die gedragsverandering bij die mensen oplevert. En dat zorgt voor bepaalde innovaties. We testen wat wel werkt. En dan moet je denken aan middelen. We hadden het net al eventjes over de fietsstaplekken. Of dat nou inderdaad werkt. Of de slaappot. Maar doet u nu precies hetzelfde als wat CBRE doet, maar dan wat langer? Absoluut. En ik denk dat er nog veel meer van dat soort onderzoeken zijn die dat doen. Maar wat we gewoon nog steeds zien in de werkomgeving is dat mensen niet veranderen van gedrag. We geven miljoenen uit aan nieuwe werkomgevingen zoals we dat doen met het nieuwe werken. Maar we zien nog steeds dat mensen terugkeren naar dezelfde vaste werkplek. Terwijl we weten dat de afwisseling van werkplek bijdraagt aan een gezondere werkomgeving. Maar de meeste mensen vinden het ook bloedirritant om als ze binnenkomen niet te weten waar ze eigenlijk moeten gaan zitten. Absoluut. En ik denk ook niet dat de bedoeling is. Mensen moeten zich ergens thuis voelen. Moeten geborgenheid voelen. En wij moeten gewoon kijken welke middelen bewerkstelligen dat. Hoe zorgen we ervoor dat dat ook daadwerkelijk gebeurt? Het werkt niet om te zeggen van nou, we gaan met z'n allen flex werken vanuit kostenoogpunten minder vierkante meters, minder werkplekken neerzetten. Die mensen die moeten gewoon een goede plek krijgen. En de ene persoon is de andere niet. Die hebben gewoon verschillende activiteiten, verschillende persoonskenmerken die allemaal van invloed zijn op het gedrag in de werkomgeving. Maar hobbelt u niet een beetje achter de feiten aan? Want we hebben het al gehad over het dynamische werken, maar er is ook het nieuwe werken. Mensen die steeds minder op kantoor komen. En ondertussen gaan we proberen die kantoren heel erg aan te passen. Terwijl de meeste mensen natuurlijk het liefste hip bij een koffiebarretje achter een laptop zitten. Ja, nou, ik denk het niet. We hobbelen daar zeker niet achteraan. Het is eigenlijk fases van volwassenheid die we doorlopen met z'n allen. Daar waar het eerst ging over de middelen, kijken we nu steeds meer naar wat het voor de mensen betekent. Ja, wat interessant misschien is, al vele jaren hebben we het over het nieuwe werken. Voor mij gaat het ook vooral over faciliteren wat mensen doen. Anytime, anyplace, anywhere. Als ik een stukje innovatie wil hebben, zou ik misschien wel aan een meer Italiaans meer met een goed glas wijn bijvoorbeeld willen nadenken in plaats van in een vergaderruimte. Ik denk dat het wel interessant is om nog steeds even terug te komen op wat hebben we dan echt nodig om zo'n brainstorm sessie of een innovatie of een focus of een overleg. Die middelen zijn volgens mij belangrijk, maar hoe je ze aan elkaar geeft en wat ze voor je doet is volgens mij daarin nog de volgende stap. Ja, en wie durft als eerste te bewegen ook in het bedrijfsleven? Want je kunt je voorstellen dat het onzin is om iedereen 's ochtends in dezelfde file te laten staan. Zijn ook de avondmensen die liever om 11 uur zouden beginnen. Precies. En er zijn ook natuurlijk heel veel mensen die niet zoals Wouter de kenniswerkers zijn, maar gewoon vrij gestandaardiseerd werk hebben dag in dag uit. En die behoefte hebben aan of vaste die op de klus moeten verschijnen natuurlijk. Ja, ook. Ja. Ja. Maar kunnen die zeggen tegen een werkgever of tegen een vakbond bijvoorbeeld, ik eis dat er iets gebeurt aan mijn werkplek. Gebeurt dat al? Eisen, hè? Altijd goed, denk ik denk dat het heel erg goed zou zijn vanuit een werknemer om dat aan te kaarten bij de werkgever. Ik weet niet of de stap via een vakbond of via de CEO de juiste daarin Borgdorf is. Gaat liever dat gesprek niet aan met de vakbond. Nou, ik vind het ook iets wat vanuit de overtuiging van de werkgever zelf moet komen. Dus voor ons bij Achmea is het iets duurzame inzetbaarheid en gezondheid en vitaliteit hebben wij geladen vanuit de overtuiging dat het goed is en dat je als goed werkgever goed werkgeverschap. Dus
vanuit goed werkgever wilt opstellen. En daar past het bij. Dus om op een goede manier voor je medewerkers te zorgen. Je vraagt een hoop van ze, je moet er ook wat voor teruggeven. En het levert op. We hadden het daar straks al over van, joh, het vraagt investeringen. Maar het betaalt zich ook gewoon weer terug. Hoeveel is nog even de vraag, hè? Nou, we doen allemaal onderzoeken, geloof ik. Dus dat zullen we dan wel zien. Maar als ik nu bijvoorbeeld ook kijk naar ons verzuim en manier waarop we het hele vitaliteit en gezondheidsbeleid hebben ingericht. Wij hebben een verzuim wat ongeveer 3,4% is. Nou, dat is zelfs binnen de financiële sector is het laagste. Mm-hmm. Door die fietswerkplekken. Dat komt onder andere daardoor, maar het komt ook om de manier hoe je ermee omgaat. Dus van het traditionele curatie, dat daar waar er iets misgegaan is, zorgen dat je naar de preventie opschuift. Zorgen dat je middelen beschikbaar stelt. Ja, u bent de verzekeraar, u moet het weten. Ja, nou, dat klopt. Ik heb dit ook niet allemaal zelf verzonnen. Om heel eerlijk te zijn is dit begonnen binnen Zilveren Kruis als pilot. En vervolgens hebben we het breed uitgerold voor heel Achmea. En ja, je ziet gewoon dat het oplevert. En ja, vervolgens zijn we er ook commercieel, hè, in het kader van gezond ondernemen, zijn we daar ook de boer mee opgegaan. Het levert meer op dan het kost. Het levert uiteindelijk meer op dan het kost. Ja, uiteindelijk. Maar hoe spectaculair is die verbetering? Kun je daar een percentage al op plakken? We geven maar 10% uit aan gebouwen en kantoorwerkplekken. En 90% van onze kosten zitten in mensen. Ja, klopt. Dus elke procent verbetering ten aanzien van die mensen, dat levert natuurlijk een enorme kostenvoordeel op. Productiviteitsstijging. Maar ook het behoud van mensen in je organisatie. Hè? Niet alleen dan de inzetbaarheid en het ziekteverzuim, maar ook gewoon de wil om te blijven werken bij een werkgever. Maar goed, de wil en het gedrag, ik denk dat dat toch steeds is waar je weer op uitkomt. Dat is het allermoeilijkste om te veranderen of erin te brengen, denk ik. Ja, nou, met de innovatiewerkplaats proberen we juist dus de eindgebruiker, de medewerker, dat inzicht te geven waardoor die in staat wordt om daarop te reageren. Zelf te kiezen wat zijn ideale plek is. Of dat nou een koude of een iets koelere werkplek is, of juist een iets warmere. Al dat soort zaken eigenlijk te faciliteren. En misschien om daaraan toe te voegen. Stel, je zou inderdaad een appje op je telefoon hebben die tegen jou zegt, goh Wouter, ik heb gezien dat je vannacht the worst night ever had, heel slecht geslapen hebt. Misschien als je vandaag gaat werken in de bibliotheek, heb je misschien meer kans om te focussen in plaats van in de open bench, in de open ruimte te gaan zitten. Dat denk ik, waar bemoei je je mee? Dan heb ik zelf nog. Zal ik zelf even uitmaken of ik lekker slaap of niet? Ja, maar toch zijn er mensen die dat inmiddels interessant vinden. De quantified zelfbeweging, de wearables die we allemaal dragen om die informatie op te halen. Dat is toch echt wel een trend. Maar er zullen vast ook hier in deze ruimte mensen zijn die het boek of de film hebben gelezen of gezien van The Circle. Ja. Gelezen, gezien. Ja. Dave Egger, ja. Nou ja, in ieder geval, dat is natuurlijk ook een groot bedrijf, gespiegeld aan Facebook, waarin werknemers steeds meer worden gevolgd. Ja. Oorspronkelijk vinden ze dat prettig. Daarna loopt het over in een gijzeling. Je kunt het ook voor je werknemers zo goed regelen dat ze eigenlijk niet meer van hun campus of kantoor weg kunnen. Nee, maar volgens mij moet je wel altijd ervoor zorgen dat medewerkers de vrije keuze hebben. Overigens, wij hebben dat uitgezocht, hè, in hoeverre medewerkers het oké vinden als je je ook begeeft op dit privéterrein. En 85% van de medewerkers vindt het oké als wij als werkgever ook in ieder geval de middelen bieden en ons af en toe er ook eens tegenaan bemoeien. En dat is best wel bijzonder. Als je de klok 10 jaar terugzet, was dat heel anders. Denk ik dat die eerder omgekeerd was. Van, daar bemoei je niet mee, dat is privé. Je ziet dat werk en privé steeds verder door elkaar loopt. En dit is wat mij betreft ook een voorbeeld. Ik denk dus dat er allerlei mogelijkheden zijn om toch invloed uit te oefenen op medewerkers, om ze gezonder te laten leven. En wij hadden natuurlijk als thema gezonde werkplek. Maar volgens mij gaat het vooral om werkbeleving. En dat gaat dus veel verder dan uitsluitend de werkplek. Ik las pas geleden over die werkplek toch nog even gesproken, het boek The Employee Experience van Jacob Morgan. En hij zei, vraag jezelf eens af of je je kantoor aan je vrienden zou willen laten zien. Daar zou ik wel mee willen afsluiten. Wie van u zou zijn kantoor graag aan zijn vrienden willen laten zien, zodat ze helemaal versteld zouden staan van wat er allemaal gebeurt? Ja, nee, direct. Ja, we zitten in het hartje van Amsterdam. Wat niet alleen aan de omgeving al heel erg fijn is. Maar we hebben ook echt een hele
warme plek waar mensen zich thuis kunnen voelen. Een warme plek waar mensen thuis kunnen voelen. Ja, ik denk dat dat belangrijk is. Het gaat niet om flexibele werkplekjes. Meteen een smoothie voor de gasten. Ja. Zonder lunch wordt er ook iedereen welkom. Ik ben natuurlijk net al uitgenodigd. Maar zou je graag die werkplek aan vrienden willen laten zien? Ja, het leukste is, alhoewel je geen vriend bent, nodig je gelijk uit. Dus wat er op geeft, dat bij mij betreft al aan dat ik het zeker graag wil laten zien. Ja. Wat zie ik als ik binnenstap bij Achmea? Nou, het is redelijk anoniem. Dus dat kan nog wel iets beter. En de planten mis ik ook nog. Dus dat is toch wel even een signaal. Staan er bij Achmea niet zoveel planten? Want dat is volgens mij les 1 in al die onderzoeken. Dat kan beter. Dat kan beter. Ja. Maar ik had mijn kinderen een keer meegenomen. Toen zeiden, papa, waar is je kamer? Heb je niet een eigen kamer? Dus nee, maar ik zou mijn vrienden graag uitnodigen. En die zijn onder de indruk. Absoluut. Nou, dat gaat dan allemaal gebeuren, misschien wel op korte termijn. Dank voor uw komst, Wouter Oosting, directeur werkplekstrategieën en ontwerp bij CBRE. Egmond Borgdorf, directeur HR-beleid en arbeidsmarkt bij Achmea. En Vincent Lenoble, oprichter en CEO van Measureman. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Altran en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Om die ingewikkelde